Nee, ik denk het niet. We worden een beetje geleefd natuurlijk. Dus ja, het is gewoon bizar wat we nu meemaken. En dit hadden we natuurlijk van tevoren willen dromen en kunnen dromen. Maar nu is het gewoon gebeurd en ja, bizar. Als je vandaag die hele wedstrijd ziet, dat is gewoon promotie voor het vrouwenvoetbal. Ja, ik denk de eerste helft hadden we nog wel een beetje moeite. Maar de tweede helft doen we het gewoon uitstekend. We zetten een paar dingetjes in de rust goed. En je ziet gewoon dat wij de betere ploeg zijn. En ja, dat is gewoon geweldig. Jullie kwamen voor de eerste keer op achterstand. Wat gaat er dan in het team om? Helemaal niks. Je zag volgens mij dat we heel sterk waren en dat we, ja, we hadden helemaal niet het gevoel dat we gingen verliezen. We hebben er gewoon alles aan gedaan om het weer recht te zetten en binnen een paar minuten gebeurt dat ook. Dus ja, dat is alleen maar fijn. En speciaal voor jou, je komt van heel ver terug, dan moet het jou toch super gelukkig maken. Ja, tuurlijk. Tranen van geluk natuurlijk. En ja, het is gewoon, ja, je kunt bijna niet uitleggen wat voor een gevoel het met je meebrengt. Het is gewoon zo geweldig, zo'n lang traject geweest en nu, ja, Europees kampioen, dus geweldig. Laatste vraagje, morgen dus feesten in Utrecht. Ja, ik heb het gehoord, maar we gaan het zien, hè. Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren, dus we laten het maar op ons afkomen.